Wij staan hier in de circulaire hub van Arend in Veghel. Naast mij staat een kapotte stoel. Deze hebben wij teruggekregen van onze klant. En gelukkig heeft de klant besloten om deze niet op de afvalberg te gooien, maar hem terug te sturen naar de producent. Bij binnenkomst controleren wij de stoel volledig, controleren wij alle onderdelen en de stoffering. En waar nodig vervangen wij deze. Zodoende kunnen wij deze stoel weer nieuw leven inblazen en sluiten we daarmee de kringloop. Dick is hier de stoel aan het opknappen. En daarbij richt Dick zich vooral op het schoonmaken van de stoel. En alle onderdelen die niet kapot zijn vervangen we ook niet. En voorkomen we daarmee materiaalverspilling. Daarbij is deze stoel al jaren geleden zo ontworpen dat we hem heel gemakkelijk uit elkaar en in elkaar kunnen zetten. Op dit moment belandt 80-90% van al het kantoormeubilair in Europa op de afvalberg. En ons doel is om dit jaar al deze producten op te knappen en tot 50.000 kantoormeubels opnieuw in te zetten bij onze klanten. Corona heeft de manier van werken veranderd. Hierdoor willen organisaties steeds flexibeler zijn in de inrichting van hun werkomgeving. En daarom kiezen zij steeds vaker voor het betalen voor gebruik in plaats van te kopen. Daarmee kunnen ze de werkomgeving eenvoudig aanpassen, producten terugsturen. Via de circulaire hub zetten wij dan deze weer in bij andere organisaties. We zijn super trots dat wij de Gouden Cirkel hebben gewonnen en zien het daarmee ook als een bevestiging dat we op de juiste weg zitten. Ik hoop dat we hiermee ook andere bedrijven kunnen inspireren, want circulair ondernemen doe je samen.